Is het af? Bijna. Voor tijd, hè? Ja, onderhand wel, hè? Oh. Het is begin november, hè? Ja, ik weet het. Ja. Ik ben daar een week mee bezig. U heeft veel tijd. Dan pak ik vakantie voor. Een week. Nu hebben we eigenlijk voor het eerst het ravijn erin aangebracht. Die drie molens op een rij. De beweging erin. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen hobby eigenlijk. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. We zijn klein begonnen op een kastje. Met een paar huisjes. En dat moet lang geleden geweest zijn. Ja, dat is wel 15 jaar geleden denk ik minimaal. Ik vind het leuk geworden. Ik ben tevreden. Ik ben tevreden, ja. Hoe meer vrouwen werkt is, hoe meer ik uit de buurt moet blijven, want dan moet ze aan de gang kunnen. Dan, oh, u wordt weggestuurd? Nou, dat nog net niet. Nee, maar ja, wat moet je dan volgend jaar weer bedenken? Ja, dan moet er weer iets anders komen. Ja, ja. Toch weer een hele andere opstelling. Ja, je kunt volgend jaar niet met een ravijn komen. Nee, hè, dat is saai. Nee, dat gaat niet. Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Wordt u niet gek van dat deuntje? Jawel, want dat gaat dadelijk weer af. Misschien nee. Volgend jaar een nieuw deuntje ook. Ja. Gewoon uit. Gewoon uit.